Credo 2000. Het lezen en schrijven van poëzie zijn voor mij onlosmakelijk verbonden met het mens zijn. Ik kan me niet of nauwelijks voorstellen dat er mensen zijn die zonder kunnen. Hoe leeg moet het leven zijn als je geen oog hebt voor de beelden en gewaarwordingen, gevoelens en overpeinzingen die je kunt aantreffen in de werkelijkheid rondom je. Geen oog voor het woord dat muziek wordt en rondzingt. Geen oog of oor voor de klank die in letters en letterreeksen verscholen ligt. Geen weet van de wisselwerking tussen taal en tong, mens en natuur, leven en schoonheid. Hoe drukkend moet de werkelijkheid zijn als je verbeelding geen plaats heeft voor andere mogelijkheden. Als je niet de vrijheid vindt die zich laat dansen en bejubelen, huilen of jammeren. De poëzie is een ruimte die zichzelf schept als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In de eerste plaats, er zijn geen regels. Al bestaan er vormen die door de eeuwen in elke cultuur aldus vastgelegd zijn en zich nog steeds laten invullen. De ode, de litanie, het sonnet, het rondeel, de limerik. En ik ben ervan overtuigd dat ze in andere taalgebieden dan in de westerse evenzeer bestaan. Maar daarnaast, geen experiment is verboden, geen onderwerp taboe, geen andere maatstaf dan de schok of verrassing, herkenning of ontroering die de lezer of toehoorder van het gedicht ondergaat als het eenmaal op papier is gezet of door de dichter wordt voorgelezen. Zij is ook de poëzie een leerschool die een leven lang duurt, die je niet ongemoeid laat, die zich in de persoon van de dichter uit als noodzaak, evenzeer als eten, slapen, ademhaling en de liefde bedrijven. Zij dient zich aan, zij dringt zich niet op. Het voldoet het oor te luisteren te leggen naar al datgene wat de innerlijke stem, de muze, de andere wereld ons te zeggen hebben. Maar daarboven voelt deze dichter, die zijn leven lang in de poëzie gedrenkt is, een verbondenheid met degenen die zijn moedertaal spreken, alsmede met allen die deze wonderbaarlijke planeet aarde hier en nu bewonen. Een wereld die verdeeld is in arm en rijk, vrij en onvrij, rechtvaardig geregeerd of gedwongen onderworpen. Al wat ik hier tot dusver heb gezegd, in woorden en begrippen tussen de regels als vanzelfsprekend aangenomen, is de vrucht van deze voortdurende liefdesverhouding met de poëzie, die ook een worsteling kan inhouden, een veldslag, om juist dat ene woord, die enige juiste zinsnede, dat ene onomstotelijke beeld dat je voorgoed wilt vastleggen. Wie als jong en aankomend dichter met de taal te maken krijgt, verkent de poëzie zoals het tot dusverre was. Als hij zich experimenteel dichter voelt, wil je daar iets nieuws aan toevoegen. Al weet hij nog zo goed dat duizenden verliefde dichters hem zijn voorgegaan in het uiten van hun bewondering voor man of vrouw, zonsop of ondergang. Er zijn aangelegenheden die zich voortdurend als nieuw voor je openbaren. Ervaringen ondergaan, het leven leren kennen in de overgang van jeugd naar puberteit en volwassenheid. Al wat als gedicht daarvan overblijft, dient de raadselen en valkuilen van deze afgelegde weg weer te geven. Het geluk dat zich van je afkeert als je er te nadrukkelijk naar zoekt. Het soms kortdurende moment van samenvallen met al wat bestaat. De problemen in relaties, de ontknopingen in humor en of wijsheid. Alles wat in een leven geschiet is materiaal voor de dichter. In het leven van deze dichter waren dat ook feiten en autobiografisch weergegeven. Moeilijke jeugd- en oorlogservaring tijdens de vijandelijke bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. De bijzonder gevoelige leeftijd van 11 tot 16. De gesmoorde idealen van bevrijding, het vaderschap, de vlucht naar Parijs op 20-jarige leeftijd. Al waar een baan bij de UNESCO 7 jaar lang toegang bood tot de universele free flow of information. En tegelijkertijd was de wereldstad Parijs een decor voor allerlei ontwikkelingen. Jazz en bebop, surrealisme, existentialisme, de moderne beeldende kunst en een internationale vriendenkring die mij allen tezamen maakte tot de wereldburger, de cosmopoliet die ik in al deze jaren geworden en gebleven ben. Immer nieuwsgierig naar wat komen gaat. Immer geïnteresseerd in het wel en wee van mijn tijdgenoten. Eén zon, één wereld, één leven. Je kunt het maar één keer meemaken. Maak het nieuw. Maak het poëzie. Smeed het tot liefde. Beschouw het als licht op je pad. Okay. En nou iets zeggen van, beste mensen, in welke taal dan ook zoiets, hè? Van, doe mee aan de...
Ik heb deze woorden gezegd omdat Luc Sala een week wil wijden op Kleurnet aan de poëzie. Jonge dichters krijgen de gelegenheid zich voor de camera en de microfoon te uiten. En daar zal een jury bestaande uit Hans Plomp, Aja Waalwijk en ik en nog enkele zeer deskundige kenners zal dan zeggen wie welke prijs wint. En dat via de jurylid is professor Rudy Bedacht, een bekende Surinaamse literator die overigens al lang in Nederland woont. Er zijn drie prijzen. Een publieksprijs, een broedplaatsprijs en een reisbeurs. En ieder daarvan 1500 gulden. Maar de prijswinnaars krijgen ook een prachtig beeldje. En die zijn gemaakt door Jamila Hazen. En ze lijken natuurlijk een beetje op de